Hallo lieve mensen, welkom bij deze sterrenbeeldreading voor de volle maan. Deze heb ik al aangekondigd in de algemene reading van de volle maan. En vandaag in deze video ga ik elk sterrenbeeld apart behandelen. Het zullen maar niet al te lange berichtjes worden, maar wel belangrijk dat je toch even een bepaalde eye-opener weer hebt. We beginnen als eerste met de tweeling. En ik heb ook al gepreshuffeld, kaartjes eruit gehaald. Deze laat ik even liggen, die benoem ik dadelijk even op het eind van de video. En dit is jullie begin, hier en nu. Dus je mag meer in je center gaan staan, lieve tweeling, om bepaalde passen te doorlopen. Er is nog iets gesloten en dat heeft ermee te maken dat er nog iets niet helemaal afgerond is. Nu is het ook de mooie energie van deze volle maan om daarmee aan de slag te gaan. Maar ook de enthousiasme terug te gaan vinden wat eigenlijk nu blokkeert om ook te kunnen stromen. Maar we gaan eens even kijken wat erbij mag komen. We krijgen de koning van staven op kop. De gehangende, de 8 van staven en de 3 van bekers. Oké. Mag ik een kaart waarom de 8 of de koning van staven op kop komt? Oké. Voor sommigen van jullie die op dit moment aan het kijken zijn, zitten ergens nog aan vast. En dat is een toxische verbinding. En dat hoeft niet altijd op het romantische vlak te zijn. Dat kan ook op het stukje zakelijk, vriendschap. Familiair zijn. Je krijgt de komende tijd wat inzichten. En dan kun je ook merken dat daarom een bepaalde energetische stroming bij jou op dit moment geblokkeerd is. Maar als jij dit gaat inzien, daar kun je er ook iets mee gaan doen. En dan zul je ook merken dat jij jouw gevoeligheid anders weer open durft te stellen. Innerlijk heb je al heel veel kennis tot je genomen. Het is alleen, hoe ga jij dit nu op dit moment in de praktijk weergeven? En dat weergeven, daar ga jij kennis over krijgen. Intuïtief zul je dingen gaan ervaren. Als dit wel een romantische verbinding is, dan ga je ervaren wat jij op romantisch vlak wel zou willen ontvangen. Ben je als man aan het kijken, kan dit jouw energie zijn, maar ook vice versa. Hè? Als jij als vrouw aan het kijken bent en je staat in verbinding met een man of met een vrouw, maakt niet uit. Hè? Want er is geen geslachtselement in het energetische deel. Er gaat heel veel gecommuniceerd worden de komende periode. En dit is niet alleen in het aardse vlak, maar ook in het spirituele vlak. Dus denk dan ook aan wat ik in de eerdere video aangaf. Er is ook een engelenpoort actief op 22 en 23 mei. En dit zorgt er dus ook voor dat jij energetisch en spiritueel meer dingen door kunt gaan krijgen. En als jij dit in de gaten gaat houden, dan zul je ook merken dat dat er een andere stroming plaats kan vinden. Jij houdt op dit moment nog iets gesloten. En dat komt omdat er ergens nog een verwerking mag komen. En die verwerking heeft dus te maken met een persoon waar in oprechtheid of iets niet zuiver is geweest. Dat daar een stagnatie in was, waardoor jij jouw balans even bent kwijtgeraakt. En daarin dus nu weer even terug op de plaats mag komen. Ik voel wel dat jij wat teruggetrokken bent de komende periode. Terwijl jij eigenlijk op advies van het energetische veld en het universum, ga weer genieten van het leven. Ga de wereld weer instappen. Ga weer nieuwe horizonnen verbreden. Want dan zul je merken dat jij jouw ware identiteit eerder zult gaan ontdekken. Maar ook eerder door een bepaalde periode heen kunt komen. En het is een cyclus die al lang actief is. Waarbij jij elke keer toch weer ergens tegenaan hikt, maar niet afrondt. En dat is wat de komende periode wel gaat komen. Het voelt voor mij niet als een heel sterk en onaangenaam element om doorheen te gaan. Want het geeft jou daarna zoveel meer voldoening. Ik leg ook deze even hierop. Kijk eens, dit is allemaal wat jou nog blokkeert. En het is geen heel heftig element meer hoor. Maar het is wel wat je nog meeneemt. Alvorens je dus verder kunt stappen. Het is de tijd om nu dus echt iets mee te gaan doen. En dan zul je ook merken dat jij het leven weer anders kunt gaan zien.
dat er wel meer op emotioneel vlak mag gaan stromen. We krijgen de aas van staven erbij. Jouw vlammetje gaat dan weer branden. Maar dit voelt ook dat jouw vlammetje weer gaat branden om ook weer plezier in het leven te gaan vinden. Plezier in het leven in de zin van ik ben het waard om te ontvangen. Ik mag dit creëren. En ik geloof er ook in dat het hoogst haalbare naar mij toe mag en kan komen. Maar het is wel zo dat jij dit zelf dient te doorlopen. Een ander kan dit niet voor jou doen. Dus het is belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Ook oprecht te gaan kijken wat is inderdaad nog als blokkering. Wil je dit zelf nu niet onder ogen zien, dan zal er vanzelf een torenmoment gaan komen dat het even ja, wakker geschud wordt, zodat je er iets mee mag doen. Maar wat ik hier sterk zie, is dat dat torenmoment er al is geweest. En dat je nu de opgedane kennis ook toe gaat passen. En het grotere geheel, waarom iets is geweest, of waarom de situatie is ontstaan, daar ga je inzichten over krijgen. Je kunt dus synchroniciteit hebben, dat je dingen door gaat krijgen, hè? Door middel van meditatie, getallen, liedjes, dromen. Schrijf dit ook op, want al heb je niet gelijk het inzicht daarop wat dit kan betekenen voor dit moment, dit gaat wel nog komen. En we krijgen erbij als kaart spelen, engelen van plezier. Kijk, leven weer omarmen. De vreugde die in je hart wakker wordt door plezier te hebben en te spelen, maakt dat je stress loslaat en creatiever wordt. En als affirmatiekaartje krijgen we erbij, ik ben goed genoeg. Ik hoef niet perfect te zijn om geweldig te zijn. Ik ben geweldig. Nou, bam. Lieve tweeling, dit was jullie korte toelichting voor de volle maanenergie. En ik ben zo weer terug met de volgende sterrenbeeld. Lieve Kreef, welkom bij jullie sterrenbeeld voor de volle maand. En we gaan dus bekijken wat er naar voren komt voor jullie in een paar minuten tijd. We hebben als eerste bouwstenen. Kaart 28 maakt 10. Staat er wel voor dat je bepaalde voltooiing neer kunt gaan zetten. Je hebt veel kennis tot je genomen. En op dit moment weet jij hier ook meer mee om te gaan. Hoe kun je dit neerzetten? Hoe kun je het creëren? En in die hogere goed neerzetten. De affirmatiekaartje en de engelenboodschap draai ik dadelijk op het eind van jouw reading even om. En we gaan snel met de tarot verder. Omdat het wat kortere berichten zijn, probeer ik er zo snel mogelijk ook tot to the point te komen voor jullie. Even kijken. Voor Kreeft, voor de volle maan, wat mogen we weten? Oh. Wat gaat er komen, lieve Kreef? Nou, we zien hier toch beduidend dat er iets met snelheid naar je toe aan het komen is, omdat jij in een bepaalde energetische en emotionele balans bent gekomen. En het zal niet voor elke kreeft zijn, want kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknop. Maar het geeft wel weer dat jij inziet dat iets in het verleden niet heeft gewerkt. Misschien heb je een studie of een opleiding gedaan, want je zoiets had van, nou, dat ligt me toch helemaal niet zo. En dat je nieuwe inzichten erover gaat krijgen. Hoe je dit, toen de tijd had je er veel passie voor. En op dit moment is het misschien een beetje uitgeblust. Maar er gaat een nieuw iets naar je toe komen. En het voelt voor mij dat dat op werkvlak zou kunnen zijn. En dit gaat echt wel veranderen dat jij de plezier in jouw activiteiten weer terug gaat krijgen. Plezier in niet te verplichte moedjes, maar dit laat je achter je. Het voelt voor mij dat jij een hele grote transformatie achter de rug hebt. En dat je nu ook kunt zeggen van oké, nu is dit hoofdstuk echt afgesloten. En voor sommigen zelfs dit boek is gesloten. En dit is best een hele grote, wat ik zeg, met het boek is gesloten. Er is wel een deel 2 of 3 die er nog aan gaat komen, maar de hoofdoorzaak van blokkering in jouw systeem, wat jarenlang is geweest, dat heeft nu zo zijn weg gevonden dat jij dit hebt kunnen ontkoppelen. Je kennis die je daaruit op hebt gedaan, heb je nu in de juiste bouwstenen neer kunnen leggen, waardoor je dus ook de vrijheid weer kunt voelen. En al voel ik wel dat de kreeft af en toe nog getriggerd kan gaan worden door partijen van buitenaf, jij blijft wel fier overeind staan en jij kunt echt iets nieuws op gaan bouwen. Op zakelijk vlak zie ik hier nieuwe mogelijkheden. Het kan ook eventueel zijn dat jij
in de privésector een huis gaat kopen of een nieuwe woning of een nieuwe auto. Maar hier hebben we de page van staven op kop. Jong en naïeve energie wat dus stagnatie op heeft geleverd. Omdat jij in bent gaan zien dat jij al veel verder bent als wat deze kaart hier weergeeft. Je hebt al zoveel grote stappen gezet dat je eigenlijk al in één keer van de page naar de koningin bent gesprongen. En al deze kennis toe kunt passen in jouw verdere bestaan. Eventueel dus ook in jouw werk verder voort kunt gaan zetten. Kennis gaan delen. Omdat er heel veel mensen op jou... hoe kan ik dat zeggen? Het voelt voor mij dat jij heel veel de wereld in kunt brengen waar mensen iets aan hebben als handvat. En dat jij jouw kennis, als je dit gaat delen, dat jij mensen uit een bepaalde diepe put kunt krijgen. En dit heb jij zelf niet in de gaten, maar jouw energie geeft wel weer dat jij heel veel neer kunt zetten en meer als dat jij zelf... Ja, je houdt jezelf wat kleiner, zal ik het zo maar even benoemen. Kijk eens, de vijf van staven komt op kop. Dus er is verder geen twijfel meer over mogelijk. Je hebt de stappen gezet. Je hebt hard aan jezelf gewerkt. En alle conflict situaties die jij nog had, die heb je omarmd. Elementen wat niet meer voor jou dienden, heb je ontkoppeld. Daar heb je je balans in gevonden. En daarin kun je ook merken dat jij die upgrade hebt gehad. Hè? Dat je naar die verlichting bent gegaan. Ondanks dat je af en toe die triggers hebt van buitenaf. Van wat hier dus ook, wat ik hier ook al zei, hè, van externe factoren. Het raakt jou niet meer. Het universum, jouw gidsen, engelen, ze beschermen allemaal jouzelf. Maar in het grootste voordeel, jij beschermt jouzelf ook met bepaalde grenzen aangeven. Je aura is goed afgeschermd, je bent goed gegrond. Dus dan mag je echt als positief punt gaan zien, lieve kreeft, dat je al heel veel stappen vooruit hebt gemaakt. Als engelenboodschap mag ik overbrengen bevestiging. Engelen van wijsheid. Je merkt dat je toe bent aan een verandering. Maar je zoekt bevestiging. We helpen je met vertrouwen te kiezen. Je hebt de bevestiging al in je zitten. De toekomst ligt hier al voor je. Je kunt je kennis gaan delen. Het enige wat jij hoeft te doen is de juiste richting in te stappen. En we hebben wat mij een rotgevoel geeft... Laat ik los wat mij plezier geeft, hou ik vast. En dat voel ik heel sterk bij die externe factoren. Als het eventjes wat minder is of gebeurt er een situatie waardoor je het gevoel hebt, mijn benen worden onder mijn reet uitgetrapt. Weet dat jij de kracht bezit om te blijven staan. En voor mijn part ga je even weer terug in je center. En dan zul je merken dat je al heel veel krachtige bouwelementen neer hebt gezet. En dat je niet snel meer te onder hoeft te gaan. En dat jij een heel krachtig... liefdevolle ziel hebt. Lieve kreeft, dit was jouw reading voor deze keer, voor de volle maan. En ik ben zo meteen terug met de volgende. Hallo lieve leeuw, dit is jullie boodschap voor de volle maan energie die er aan zit te komen. Zoals ik bij de andere twee elementen al heb gezegd, ik hou het kort vandaag omdat ik jullie allemaal wil behandelen. We krijgen... Deze twee leg ik even aan de kant. We krijgen als eerste kaart de 4, de hogere macht. Spiritueel, je voorhoofdchakra, derde oog. Ik voel bij jullie dat er een spirituele shift aan zit te komen, waarbij jullie ja, best wel in een snelheid kunnen komen. Nu is daar natuurlijk ook de boogschutter en de tweelingenergie aan gerelateerd aan de zon- en de maanenergie. Kaart 4 geeft weer dat je een bepaalde... stabiliteit neer gaat zetten wat gecreëerd kan worden vanuit jouw intuïtiviteit. Je hebt een bepaald doorzettingsvermogen gecreëerd de afgelopen periode. Waardoor je ook merkt van oké, dit is voor mij bestemd. Ik begin mijn passie en mijn energieveld te herkennen. En ik weet nu ook hoe ik dit door kan gaan pakken. Je wordt begeleid vanuit een goddelijke bron. En dit zorgt er ook voor dat jij nieuwe kennis op gaat doen. En het vuurtje in jou verder gaat ontwaken.
Dit is een soort passie-effect voor jezelf, maar ook op emotioneel vlak krijg jij balans. Dit is beide jouw eigen energie. En dat komt omdat jij bepaalde zaadjes hebt geplant, aan jezelf hebt gewerkt en bepaalde elementen los hebt gelaten. Deze kaart komt op kop, dus de duivel staat er niet meer tussen. Je balans heb je heel mooi gecreëerd en dit zorgt er ook voor dat je meer ruimte gaat krijgen om inzichten te krijgen over het feit wat jij zelf in stand hebt gehouden, wat door de buitenwereld in stand is gehouden en wat je eraan hebt kunnen doen. Alle kennis zit in jou en het universum of gidsen of je onderbuikgevoel of hoe jij het dan ook noemt, die willen met jou communiceren. En wat ik wel sterk voel is dat jij nog vast wil houden aan bepaalde waarheden. Het kan zijn dat je dus getest gaat worden de komende maand, waardoor je dus ook in gaat zien van is alle info die ik tot me krijg wel reëel? Is dit wel wat mijzelf vormt en creëert? En is dit wel waar mijn stroming naartoe mag gaan? Ja, daar ga je inzicht over krijgen, want jouw stroming zit er beduidend goed in. En de boodschappen krijg je heel zuiver door. Het is alleen dat jij het vertrouwen mag hebben dat dit ook echt in deze vorm nu naar jou toe komt. Sommige mensen informeren wel eens of ze mailen mij wel eens van God. Ja, maar dat denk ik dan toch? Nee, het stukje denken en hogere zelf of je bewustzijn elementen, jouw onderbuikgevoel, die zitten heel dicht in het aardse stukje, lijkt dat heel veel op elkaar. En het is juist de bedoeling als jij door middel van een meditatie of door middel van een diepere natuurwandeling, als je er echt bewust mee bezig bent, dan zul je ook merken dat je uit je hoofd zakt en dan krijg je elementen door. Dan krijg je soms van die pop-up woordjes of zinnetjes en dan ga jij weer in je hoofd zitten, oh ja, dat zal ik wel denken. Nee, dat denk je niet. Dat is wat er doorkomt. En dat is wat hier sterk naar voren komt. Je zit in een bepaalde geluksfase. En dit zal veel succes naar je toe kunnen halen. Maar het is ook aan jou om dit dan te ontvangen. En hoe ga je dit dan ontvangen? Ik zie dat jij wel struggles kunt gaan hebben de komende maand. Wat gerelateerd is aan tussen jouw hart en jouw hoofd. Maar wat ik net al aangaf, jij gaat hier wel stappen inzetten, dat jij ook leert ontdekken wat dat voor jou betekent. Hoe jij kunt communiceren, of met je gidsen, of je hogere zelf, of engelen, of waar jij dan ook mee in verbinding staat. Het visualiseren gaat ook stukken beter. Dus visualiseer ook bepaalde manifestaties of affirmaties. En dan zul je merken dat jij de komende maand daarin nieuwe mogelijkheden gaat creëren voor jezelf. Het is een vruchtbare periode voor jou en je kunt heel veel winst gaan behalen in de stukken en stappen die jij gaat zetten. En de doorbraak die jij al eerder hebt gecreëerd op het stukje toxisch of karmische stukje, doorbreken of illusies of conditioneringen ontkoppelen, daar ga jij nu de vruchten van afzien werpen. En dan zul je ook merken dat er nieuwe mogelijkheden naar je toe gaan komen. Die heb je op dit moment nog niet in zicht, maar ze zijn wel in jouw energetisch veld actief. Lieve leeuw, als engelenboodschap krijgen we erbij diplomatie, engelen van begrip. Hou je in. Je kunt beter naar een andere mogelijkheid zoeken om een gewenste resultaat te behalen. Dus het voelt voor mij, jouw innerlijke kompas geeft jou de weg wijs. Niet vanuit jouw hoofd, niet vanuit jouw denken. Alle boodschappen die je intuïtief doorkrijgt, daar mag je op anticiperen en zullen ook de juiste gewenste resultaten gaan behalen. En anders zul je even weer terug op je pad worden gezet om weer een les even te leren. En we krijgen erbij, ik ben tevreden met wie ik nu ben en ik verheug me erop wat ik nog kan zijn. Wauw, leeuw, prachtige kaart. Heel mooi. Ik wil jullie danken voor het kijken naar deze korte video. Ik ben zo meteen terug met de volgende sterrenbeeld. Mocht jij zoiets hebben van het sluit niet helemaal bij me aan, kijk dan even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop nog. Dankjewel voor het kijken en tot zometeen of tot de volgende keer.
Lieve maagd, welkom bij jullie boodschap voor deze volle maan energie. We gaan vandaag even kort kijken wat er in het energetisch veld voor jullie naar voren mag komen. Ik heb een engelenboodschap en een affirmatiekaartje al getrokken voor eind van jullie videootje. En als orakelkaart heb ik op dit moment tijd om te gaan. Kaart 45 maakt 9 is dus nog niet de volledige voltooiing. Er is dus nog even werk aan de winkel. En voor iedereen kan dat natuurlijk op een ander element zijn. Maar we gaan eens even met de tarot verder kijken wat er nog naar voren mag komen. Hij komt er een beetje dwars uit, de 7 van zwaarden. Dus er is wel een redelijk stuk aangekeken van een toxisch iets, maar nog niet helemaal gezuiverd. En dat komt omdat het nog niet helemaal afgerond is. We krijgen de 10 van zwaarden hiernaast. Dus we zitten wel in een afwikkeling, maar het is nog niet volledig voltooid. Blijf vertrouwen houden dat het juist naar je toe mag komen, dat het juiste gecreëerd mag worden. En dat je het ook los kunt koppelen. Je gaat een trigger krijgen de komende periode. En dat kan tussen nu en over een maand zijn. Dus in een tijdsbestek van ongeveer 4 weken. En dan zul je merken dat er iets in jouw leven is waardoor jij niet meer passievol in het leven stond. Er is iets waardoor jouw, ja, misschien de automatische piloot, de moedjes in het dagelijks leven. Je gaat er nieuwe handreiking in aanpassen. En dat kan ook wel voor wat onrust bij je zorgen. Maar je gaat wel nieuwe inzichten krijgen de komende maand. Dus het is wel in een positieve vorm dat de verandering plaats gaat vinden. Je gaat inzien dat jij dus bijna die ontkoppeling hebt gedaan. Nou, als je die ontkoppeling hebt gedaan, dan krijg je toch weer een moment van trigger. Dat er iemand of een situatie of een gedachte weer even terug in jouw systeem gaan komen. Waarmee jij die afronding hebt gehad. Of welke situatie je dan af hebt gerond. Dan ga je inzien van oké, het dient me gewoon niet meer. Ik heb dit niet meer mee te nemen. Het is klaar. Ik ga naar die vernieuwing toe. En ik ga het leven weer vieren zoals ik het wil vieren. Vol glorie, vol liefdevolle energie. En dat kan betekenen voor sommigen van jullie dat er toch wel een beslissing genomen dient te worden om uit een volledige situatie te stappen. Denk aan bijvoorbeeld je werk, dat je daar niet op je plek zit. Dat je volgens je passie je pad mag bewandelen en daar past jouw huidige baan niet meer bij. Dit kan ook een vriendschap zijn, een relatie, een woonomgeving. Misschien heb je een hobby wat niet meer bij je aansluit, vriendschappen. Kijk even welke tijdlijn jij bewandelt of dit pad bewandelt, want het zal voor iedereen anders zijn. Het is wel zo dat het universum meehelpt dit uit te zuiveren, dus je hoeft het niet op eigen volledige kracht te doen. Maar je gaat wel die volledige kracht herpakken, want als we hier de ridder van staven hebben en we krijgen daarnaast de koningin van staven, blijf jij in jouw shift zitten, maak jij die upgrade naar de koningin en zul je merken dat jij veel meer ook al in jouw kracht hebt zitten om daarbij anderen te ondersteunen. We krijgen heel mooi de zonkaart erbij. Prachtig om te zien. De zonkaart is al bij meerdere readingen naar voren gekomen. Dus dat is wel een teken dat het een collectief element is om nu ook aan te gaan pakken. We krijgen daarbij de koningin van bekers en de 3 van staven. Dus de energie blijft stromen. Nou kwam deze natuurlijk een beetje zo half-half uit. Dat heeft met jouw triggers te maken. Af en toe zul je misschien nog heel even in een oude patroon terugvallen. Maar je weet je te herpakken om vervolgens wel weer in de juiste patroon te blijven wandelen. En dan zul je ook merken dat je eigenlijk op handen gedragen wordt door het universum. Waarbij jij dus niet zo heel veel intensiteit hoeft te creëren om alles naar je toe te laten stromen. Oké, de 10 van staven komt op kop. Mag ik daar nog een verklaring bij alsjeblieft? Oké. Bepaalde ballast wat jij altijd met je mee hebt genomen, ga jij inzien dat je die eigenlijk al lang ontkoppeld had. Waar je in eerste instantie misschien nog dacht dat je energetisch daarmee verbonden was,
geeft het universum wel weer van oké, ja, dat zat inderdaad nog wel wat. Maar doordat jij zo krachtig in jouw energie bent gaan groeien, is er al heel veel ontkoppeld. En kun jij dus op eigen kracht veel verder komen als dat je eventueel in die verbinding of situatie blijft zitten. Ik moet een boertje laten. Dat is een teken dat jij los aan het laten bent. Dus dat is echt energetisch het uitzuiveren van jouw systeem. Het kan ook zijn dat je de komende tijd wat meer last gaat krijgen van oprispingen of van je darmen. Geef daar dan gewoon heel even aan toe. Ben ook oplettend met zuivelproducten de komende periode. Dat je daar niet te veel van nuttigt. Want dit kan een bepaalde verzuring in jouw systeem gaan creëren. Waardoor het uitzuiveren van het toxische element op energetisch niveau even gaat blokkeren. Geen idee waarom ik dit mag zeggen, maar er zullen er een aantal zijn die daar last van hebben. Dus ik geef het maar gewoon door voor wat ik over mag brengen. Maar lieve maagd, we kijken als boodschap voor de engelen inzichten. Engelen van licht, vertrouw op ons. We zijn graag je mentor op je spirituele pad en geven je de inzichten die je nodig hebt. Je inzichten heb je zelf al, maar omdat jij heel sterk in verbinding staat met je hogere zelf, met je engelen of gidsen, kun je dit verder uitwerken. En zul je ook merken dat door in verbinding te blijven staan, jij alles in een hele snelle tempo naar je toe kan halen. En als affirmatiekaartje heb ik: elke beslissing die ik neem is goed. Heel mooi, lieve maagd. Dit was jullie korte reading voor deze volle maanenergie. En dan ben ik zo meteen terug met de volgende sterrenbeeld. Dankjewel! Lieve weegschaal, welkom bij jullie boodschap voor deze volle maanenergie. We gaan samen kijken wat er naar voren mag komen. Ik heb al kaartjes getrokken. Deze laat ik op het eind van je videootje even zien. En we krijgen als eerste orakelkaart melk en honing. Kaart 51 maakt 6. 6 staat in de tarot ook voor de geliefde. Voelt voor mij ook echt dat jij op een punt aan het komen bent. Dat je weer even kunt genieten. Dat je adem kunt halen. Dat je weer naar een nadere of ja, een zwaardere periode weer even, ja, ook de mooie momenten van het leven weer gaat inzien. Nu zijn het natuurlijk collectieve berichten, dus neem alleen wat voor jou bestemd is en laat de rest lekker los. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. We krijgen als eerste de hierofant. De 4 van munten. Koningin van bekers. Mag ik daar gelijk een verklaring bij? Oh, nou er zijn er te veel. Beetje onrustige energie bij jullie, lieve weegschaal. Okay. 2 van bekers als verklaring bij de koningin van bekers. Okay. Voelt voor mij dat jij aan het shiften bent. Ben je als man of vrouw aan het kijken, maakt niet uit. Hè? Dat is voor iedereen kan dit gelden. Er is een bepaalde conflict situatie een hele tijd geweest, waarbij jij een beetje de weg kwijt was. Wie ben ik? Hoe kan ik mijn ware identiteit ontdekken? Hè? Want dat is het hele proces van een transformatieproces, dus het ontwakeningsproces. Je hebt een periode gehad waar je lang en vast hebt gezeten, maar door jouw vertrouwen ben je nu dus aan het verschuiven in energie. En dit zorgt ervoor dat jij meer in balans gaat komen op emotioneel vlak. Dus een beetje dat yin-yang effect. Dit voelt voor mij als jouw eigen energie. Nu kun je als kijker aan het kijken zijn dat je denkt van, oh wauw, ware liefde komt op mijn pad. Ik voel dit als eigen energie. Dus doe ermee wat je zelf wil als je kaarten zelf af kunt lezen. Maar dit is de energie wat ik door mag krijgen. Er is een stagnatie geweest. Er is ergens een complicatie geweest in jouw systeem. Iets wat dus niet gelde voor jou. Het kan zijn dat er een vriendschap over is gegaan. Maar het kan ook zijn op zakelijk vlak. Iets waar jij heel erg leuk vond om te doen als werkzaamheden is uitgemunt en uitgeblust. In het feit dat iets niet voor jou bestemd is. Kan ook een relatie zijn. En dit is op dat moment uitgeblust. Omdat het jou in de weg zit om jouw ware potentieel te zijn. Maar ook het ware liefdespotentieel te kunnen treffen in het leven.
Dus mocht jij in de positie zitten dat je op dit moment single bent, of recentelijk in een break-up, of recentelijk aan het verschuiven bent in werkzaamheden, weet dan dat dit allemaal op dit moment gebeurt om jouw hoogst haalbare goed te kunnen creëren. Alles om jou naar die vernieuwing te helpen, waarbij jij dus ook merkt van oké, iets dient gewoon niet meer wat voor mij bestemd is. Er zat een kink in de kabel, ik was niet gelukkig, mijn emoties waren niet in balans, ik had er alleen maar conflicten mee. En daar ga je nu dus uitkomen. Dat is dus aan het verschuiven. Maar dat zorgt er ook voor dus dat er een ontkoppeling is geweest, recentelijk of nog gaat komen. En die ontkoppeling heeft te maken met oude patronen waar je uit mag ontsnappen. Voor sommigen echt ontsnappen. Klinkt wel heel heftig. Voor anderen is het uitstappen, anderen ontsnappen. Dus dan zit je er zo aan vast. En dat ontsnappen kan ik meer koppelen aan een narcistische relatie of patroon waar iemand in zit. Dus dat zijn best wel intense energiestromen. Het universum weet dat deze jou continu ondersteunt vanuit liefdevolle energie om jou sterker te creëren. Jij hoeft hier niet in die weerstand te zitten. Jij kunt eruit stappen. En ja, de zon gaat voor jullie ook weer schijnen, lieve weegschaal. En voor velen schijnt deze al en is deze situatie die hier op tafel komt in zicht. Omdat dit een afrondende factor is. En voor anderen kan het zijn dat je hier nog middenin zit of in gaat komen. Dat zal afhankelijk zijn van welke tijdlijn jij bewandelt. We krijgen er heel mooi de aas van munten bij, de 9 van bekers. Oké, en de koning van bekers. Onderkant dek krijg ik de aas van zwaarden. Dus er gaat een giga verandering plaatsvinden op het gebied waarbij eerlijk en oprechtheid naar voren gaat komen. Waarbij je ook meer in jouw emotionele balans gaat staan. Jouw yin-yang energie. Deze mag dan zo gezien worden. Dit is jouw energie. Dit is de energie waar jij naartoe mag. Iets werkte gewoon niet meer. Dit heeft jou in disharmonie gebracht. Dit zorgt ervoor dat jij aan je eigen energiestroom mag gaan werken. Dat zien we hier ook. Je mag je eigen stabiliteit en vrijheid weer creëren. Dat gelukzalige moment wat hier op kop komt, zien we hier met de 9 van bekers eigenlijk in de volle glorie al naar jou toe komen. En dit is, al is de 10 van bekers hoger, wil het niet zeggen dat dit een mindere staat van geluk is. Soms is deze staat van geluk nog fijner als deze staat op kop. En dan zul je ook merken dat bepaalde patronen doorbroken kunnen worden. Voor sommigen kan het gelden dat er dus wel een verschuiving op romantisch vak plaats gaat vinden. Waarbij je dus in eerste instantie als happy single actief zult zijn. Waardoor je daarna pas weer iemand naar je toe kan trekken. Als engelenboodschap krijgen we erbij groei. Engelen van transformatie. Let op onze tekens en adviezen en sta open voor nieuwe ideeën en groei. Dit vervult je behoefte aan een betekenisvol leven. En ik ben vol vertrouwen en ik accepteer mezelf onvoorwaardelijk. Balans in jouw yin-yang energie. Het houden van jezelf tot elke cel van je lichaam. Lieve weegschaal, dit was jullie korte reading voor deze volle maan energie. En ik ben graag zo weer terug met de volgende sterrenbeeld. Doei doei! Hallo lieve schorpioen, welkom bij jullie korte boodschap voor deze volle maan energie. Ik heb een affirmatiekaartje en een engelenboodschapkaart voor jullie getrokken. Deze zal ik op het eind van jullie korte reading oplezen. En als orakelkaart heb ik gekregen, niet voor jou. Kaart 6 is natuurlijk staat in de tarot voor de geliefde. Dus het kan zijn dat iets op romantisch vlak niet voor jou bestemd is, maar dat hoeft het niet pertinent te zijn. Maar we gaan eens even kijken met de tarot wat daar nog aan toegevoegd mag worden voor jullie lieve schorpioenen. Ik was nog niet klaar. Okay. Nou,
een onrustige element, wat ik net ook al bij de andere sterrenbeeld voelde, voel ik bij jullie ook wel een beetje. Probeer even goed te gronden. Probeer echt de energie in de juiste stroming vooruit te zetten. Inzichten te krijgen waarom iets niet voor jou bestemd is. En dit ook te leren omarmen. Oké, wat mag ik weten? Er gaat een bepaalde einde komen. Dat kan pijnlijk zijn. Er kunnen nieuwe inzichten komen. Nieuwe stappen vooruit. Maar bij de 10 van zwaarden in dit deck voelt het al lichter. Bij het origineel is het dat je een persoon op de grond ziet liggen met 10 zwaarden in de rug. En deze heeft 10 zwaarden, of in ieder geval kraaien of raven boven zich. We krijgen de 6 van bekers daarnaast. Het is iets van vroeger wat niet meer voor jou dient. Dat kan te maken hebben met een verbinding. Dat kan te maken hebben met de situatie. Werkzaamheden, wat dan ook. Iets waarbij jij altijd wel het gevoel hebt gehad van, nou, ik koester deze wens, ik koester deze situatie. Maar doordat jij aan het veranderen bent, merk je ook gewoon dat het gewoon niet meer compatible met jou is. En dan kun je je eigen voorstellen, als jij in contact staat met een andere persoon of een andere situatie, met iemand of iets wat dus niet meegroeit met jouw ziel. Want jouw ziel is aan het groeien, hè? Je maakt een stijging in die lijn. En als jij te maken hebt met een situatie die laag begint, op laag blijft, dus in die lagere trilling de energie verkeert, dan kun je je voorstellen dat iets niet meer compatible met jou is. Als jij hier bijvoorbeeld staat en je groeit verder en de andere staat hier, die afstand wordt steeds groter, vooral als deze persoon of deze situatie niet met jou meegroeit. Ik voel er een te grote afstand voor tussen zitten. En hier ga je inzichten over krijgen de komende periode. En dat kan door middel van liedjes. Maar dat kan ook door middel van boodschappen. Door middel van jouw dromen. Omdat er ook nog een engelenpoort op 22, maar ook op 23 mei actief zal zijn. Dus er is best wel veel in het energetisch veld wat daarmee te maken heeft. Je blijft er nog wel wakker van liggen. Dus mocht jij iemand in jouw systeem hebben waarmee jij hebt geconnect en waar je misschien al lang mee samen bent, of waar jij een zielsverbinding uit een vorig leven mee hebt, want dat voel ik voor sommigen ook, probeer hier een bepaalde ontkoppeling in te doen, want erop blijven wachten zorgt ervoor dat jij niet helder in jouw energie kunt blijven zitten en stappen vooruit kunt maken. Dit zal jou blokkeren om echt vanuit jouw zielsgevoel te kunnen gaan leven. Kijk hoe mooi dit ook bevestigd wordt met de 4 van bekers. De voltooiing dient gedaan te worden en dan zul je merken dat bepaalde zaadjes die jij hebt geplant niet voor jou bestemd zijn en dat jij nieuwe manifestaties uit kunt spreken vanuit een hogere goed. En dan zul je ook merken dat jij jouw yin-yang energie in balans kunt gaan krijgen en vervolgens daarin ook jouw stabiliteit kunt creëren. Dus het is belangrijk om jouw heelheid in jouzelf eerst te ontvangen, alvorens je dus ook weer een bepaalde situatie, een nieuwe situatie aan zou kunnen gaan. Oké. Dit is jouw energie, of juist als je nu als man of vrouw aan het kijken bent, dat maakt niks uit. Dit is jouw energie. Jij gaat korte metten maken met bepaalde elementen wat niet voor jou bestemd is. De kennis die jij daaraan op hebt gedaan, die neem jij mee. Maar de lasten en negatieve patronen laat je los. En dit zorgt er ook voor dat je die cyclus kunt voltooien. En dat je dus richting die verandering kunt gaan. Dus de komende maand gaat er een behoorlijke shift komen voor jullie. En dan is het aan jou, ga je erop door of niet? Neem je deze shift mee, ja of nee? Want als jij deze shift bijvoorbeeld voorbij laat gaan, dan krijg je dit stukje vanzelf over een maand weer naar voren. Net zolang totdat jij dit hebt geleerd. Dus je krijgt de mogelijkheden om de veranderingen in te gaan zetten. Maar het is aan jou of dat je dit ook gaat creëren. We hebben als engelenboodschapkaart wensen. Engelen van manifestatie. Je hartenwensen liggen binnen bereik. Luister naar je innerlijke stem. Dat zijn onze berichten voor jou.
Probeer dus iets los te laten wat niet voor jou is, maar ga manifesteren vanuit het hogere goed, vanuit jouw yin-yang energie, vanuit die hogere trillingsenergie, voor hetgeen wat wel naar je toe mag komen. Dit is volgens de divine timing wanneer dit jouw leven zal bereiken. En ik heb als affirmatiekaartje, ik richt mij op alles wat er nu wel in mijn leven, wel is in mijn leven. Dat zorgt voor positieve energie. En dan gericht op het positieve wat al belangrijk is om die shift te kunnen maken. Hè? Wat al in je leven is in de zin van de positieve dingen wat in je leven is. Niet als iets voor jou niet bestemd is. Iets wat jou blokkeert aan energie. Waar je wakker van ligt. Niet die elementen, maar echt de positieve elementen belichten. Lieve schorpioen, dit was jullie korte reading voor deze keer. En dan ben ik zo meteen weer terug met de volgende sterbeeld. Hallo lieve boogschutter, welkom bij jullie korte boodschap voor deze volle maan energie. We gaan vandaag samen even kijken wat er kort samengevat kan worden per sterrenbeeld met deze volle maan, maar ook met de twee poortdagen van 22 en 23 mei. Ik heb al de kaartjes al getrokken, ik heb een affirmatiekaartje en een engelenboodschap. Deze zal ik eind van jouw korte reading oplezen. En we beginnen met gezegend. Kaart 22. 22 maakt ook weer 4, maar 22 is ook het meeste getal. Dus via de engelen krijg je enorme ondersteuning op dit moment om door deze situatie of stappen te blijven zetten. Wel zie ik dat deze persoon nog geen benen heeft. Dus je lift nog een beetje mee op de goddelijke energie, de ondersteuning. Dus er zijn nog wat elementen waarbij jij stapjes nog kunt zetten. Maar de stapjes die jij mag zetten, die zijn wel in balans. Dus de keuzes en beslissingen die er nu aan gaan komen, trek jij aan het langste eind. Dus ondanks dat je nu dus ondersteund wordt en nog niet helemaal volledig op eigen benen gaat staan of kunt staan, door welke situatie dan ook, dat is niet erg, want het voelt voor mij dat dit jouw spirituele ondersteuning is, jouw spirituele groei die je aan het doorlopen bent, waarbij jij dus innerlijk ook veel kennis op zult gaan doen, waarbij bepaalde keuzes en knopen doorgehakt mogen worden, waarbij jij ten alle tijden geleid wordt door het universum. We krijgen daarbij de Temperance kaart. De 9 van bekers, oeh, heel mooi. De 5 van bekers met direct erbij de koningin van bekers. Onderkant dek krijgen we de ster. Die neem ik ook heel even mee, want dat vind ik wel heel mooi. Er is veel pijn geweest, er is veel verdriet geweest. Je hebt veel kennis opgedaan, waardoor elementen misschien in jouw leven zijn voorgekomen. Wat de reden daarachter is, de verwerking daarvan. Dat zijn allemaal elementen wat de komende tijd de revue zal gaan passeren. Maar ik zie hier ook heel veel geluk en voorspoed naar voren komen. Waarbij jij eigenlijk een nog mooier mens aan het worden bent door de pijnstukken die je hebt meegemaakt. Je zult vrijer worden in jouw energetisch veld, vrijer worden in het aardse stuk. En eigenlijk kun jij alle dromen die jij ook zou willen wensen naar je toe gaan trekken. Daar is wel van belang dat je dit dan uit een positieve gedachtenpatroon doet natuurlijk. En niet vanuit die negatieve elementen. Want ik zie hier wel wat pijn en verdriet weer naar de oppervlakte komen. Het kan zijn dat je even zo'n reminder momentje hebt. Het kan zijn dat jij iemand tegen het lijf loopt die over een situatie praat waar jij toen pijn en verdriet van hebt gehad. Maar je ziet dan ook in welke stappen jij als persoon al hebt gemaakt. Dus je kunt ook voorstellen dat iets jou heeft gevormd vroeger of recentelijk, een pijnstuk. En deze pijnstuk heeft ervoor gezorgd dat dat jij aan jezelf bent gaan werken. Want dit is jouw inzet geweest om jou verder te kunnen transformeren. Dus die pijnstuk is eigenlijk als beloning. Het klinkt heel hard misschien, maar om jou vervolgens naar die verlichting te kunnen brengen. Dus als die pijnstuk er niet was, zou je dit nog niet kunnen omarmen. Het is wel dat je door die pijnstuk heen bent gegaan, dat dit nu weer geluk naar je toe kan trekken. Dus elk negatief stukje in het leven kan je ook weer in een positieve vorm terug gaan zien. Want elk stukje, hoe kan ik dat het beste uitleggen?
Als jij iets negatiefs meemaakt, is dit weer voor jou verder uit te zuiveren. Ondanks dat het helemaal niet fijn was of plezierig was op dat moment om te ervaren. Want het kan ook best wel intens zijn. Kunnen zelfs diepe trauma's zijn die je hebt mogen ervaren. En ik zeg mogen ervaren, want het is een keuze geweest van je ziel om een bepaalde les te leren in dit leven. En als je daar doorheen bent en als je dan die koppeling ook ziet van oké, dit is gebeurd om vervolgens mij nu op dit pad te kunnen krijgen. Dan kun jij die zegeningen tellen en dan zul je ook merken dat alles gebeurt om een reden in het leven. En het zal niet altijd makkelijk zijn, maar je gaat wel inzichten hierover krijgen waarom dus dingen zijn gebeurd. En ook welk pad je dan kunt gaan bewandelen als het weer eventjes in een mindere situatie terecht gaat komen. Denk dan aan bijvoorbeeld wat ik al zei, dat je misschien weer even aan een situatie denkt. Of je ontmoet weer even iemand uit het verleden die gekoppeld zit aan dat pijnstuk van vroeger. Maar je ziet dan ook gelijk dat die pijn van toen zover al verzacht is, omdat jij zover aan jezelf hebt gewerkt en dit hebt omgebogen naar een zuivering, een verlichting. En we krijgen de keizer. Heel mooi. Onderkant dek krijgen we de lovers. Dus voor sommigen kan het gelden dat dit hele proces ervoor is om ook liefde in jouzelf te gaan ontdekken. De herstel in jouw systeem te creëren om vervolgens, als je dus als single aan het kijken bent, om echt ware liefde naar je toe te kunnen halen. Maar jij neemt het hef weer in eigen handen. Je gaat zelfstandig weer op eigen benen staan. En dat is wat ik wel zie. Al heb je nu dat je nog even die benen nog niet hebt om de stappen te zetten. Je wordt op handen gedragen door het universum. En uiteindelijk sta jij weer in eigen kracht om ook weer verder door te kunnen pakken. En dit doe jij voor liefde of door liefde voor jezelf. Door liefde voor alles om je heen. En eigenlijk die waardering waard wat het leven met zich meebrengt. Dit ga jij vergroten. En door die projectie kun je dus ook en liefde voor jezelf gaan voelen. Maar dit ook weergeven naar de buitenwereld. Als engelenboodschap krijgen wij opstarten. Engelen van creatie. Laat je goddelijke creativiteit stromen. En gebruik je talenten en passies om je hartewens te vervullen. Heel erg mooi. En als affirmatiekaartje krijg ik. Ik richt me op wat goed voelt en waar ik blij van word. En dat is wat ik hier wel zie, hè. Dit is dus echt een hele mooie groei en stroming voor jullie lieve boogschutter. Neem deze mee in je pocket. Je hebt echt heel veel stappen vooruit gemaakt. Wees trots op jezelf. En dankjewel voor deze korte reading. En tot de volgende keer. En ik ben zo terug met de volgende sterrenbeeld. Hallo lieve steenbok. Welkom bij jullie korte video voor de volle maan energie. Ik heb al kaartjes getrokken en ik heb een affirmatiekaartje en een engelenboodschap. Deze zal ik zo meteen voorlezen. En als orakelkaart hebben we de Denker, kaart 44. 44 is natuurlijk het meeste getal, maar maakt ook weer 8. Dus het heeft met meerdere facetten in het leven op dit moment te maken. Nu kan het dus zijn dat jij wat meer weer in je hoofd gaat zitten. Maar ik voel wel dat die ontkoppeling er gaat komen. Dus daar voel ik niet zozeer een zwaartekracht in. Omdat jouw spirituele voelspriet verder open gaat staan. Zul je ook merken dat je deze energie van de volle maan echt wel heel goed gaat benutten de komende periode. Ook hebben we natuurlijk de Engelenpoortdagen van 22 en 23 mei. Deze zijn extra uitgelicht ook nog eens. Maar deze energie wat er komen gaat is voor jullie heel erg belangrijk om de balans terug te gaan vinden tussen jouw hoofd en jouw gevoel. Nu zien we hier de koningin van staven en de koning van staven. En met de balanskaart ertussen voelt voor mij dat jij jouw yin-yang energie uit balans hebt gehad. Maar nu in balans gaat krijgen weer. En dat dan ook meer jouw stroming weer in het zicht gaat komen. Het heeft allemaal met jouw spirituele groei te maken. Kijk eens hoe mooie kaarten we hier bij elkaar krijgen. De zonkaart, de keizerin en de 8 van munten. Dat geeft weer dat jij best wel struggles hebt gehad de afgelopen periode om je balans terug te gaan krijgen. Maar dit gaat wel in de volle glorie komen, lieve steenbok.
Je ziet hier eigenlijk een hele mooie tijdlijn leggen die ik denk iedereen wel zou willen ontvangen. En jullie zijn de gelukkige daarin. Wel is het dus zo als je merkt dat jij even weer te veel in jouw hoofd zit, dat jij die stabiliteit weer mag krijgen. Hè? Dat je weer even goed gaat gronden, je eigen goed afschermen. En dat kan zijn dat je misschien in die denkmodus zit omdat het op het werk dat het druk is. Of dat jij thuis moet managen allemaal. Of dat er veel afspraken in de agenda staat. Maar dit komt wel in een mooie stroming. Dus je wordt ondersteund door het universum. Ze helpen je van alle kanten. Maar ook jij hebt al zoveel stappen gezet dat jij nu dan die vernieuwing mag. Oeh, kijk eens. Dood en wedergeboortekaart voelt voor mij dat er iemand uit het verleden terug kan komen waar een einde aan is geweest. Of de situatie beëindigd is. Maar deze persoon wil een nieuwe doorstart met jou gaan maken. En dit hoeft niet pertinent altijd op het romantische vlak te zijn. Maar dit kan wel te maken hebben dat je vroeger geconnect hebt op romantisch vlak. Of dat jij een beste vriendje hebt gehad van vroeger, of vriendinnetje. Waarmee de verbinding toen afgerond is. Misschien omdat er één van jullie verhuisd is. Of dat de scholen een andere weg insloegen. En nu kunnen jullie op dit moment ook weer met elkaar in contact gaan komen. Omdat jullie beide individueel van elkaar bepaalde stappen hebben gezet om het leven weer te omarmen. En de leiding over het leven weer terug te nemen. Mag ik nog wat weten over de 6 van bekers en de aas van bekers? Mag ik daar een toevoeging op voor hebben? Voor sommigen kan het dus echt zijn dat het een romantische liefdespartner is die uit het verleden weer terugkomt. Het kan zijn uit dit leven, maar het kan ook iemand zijn uit een vorig leven waarmee je geconnect hebt. Waardoor jouw spirituele ontwikkeling en groei in het leven, dat jij nu de ruimte krijgt om deze persoon weer in jouw leven te mogen omarmen. Er gaat best veel gecommuniceerd worden onderling. Dit kan zijn dat het energetisch communicatie is door middel van dromen of door middel van als je bijvoorbeeld mediteert, dat je in contact komt met energetisch met deze persoon. Maar het kan ook zijn dat als je deze persoon weer tegenkomt of online of in het dagelijks leven, dat er heel veel over en weer bericht gaat worden. En dat je ook weer die passie van vroeger voelt, die connectie van vroeger, dat dit echt wel een vooruitgang biedt. Ik krijg onderkant dek de Chariot, dus die neem ik heel even mee. Wauw, dit is eigenlijk wel heel erg leuk om te zien. Dus dat kan op romantisch vlak, het kan ook een vriendschap zijn die dus weer even je leven inkomt. En dit alles omdat je individueel van elkaar alle twee je eigen pad hebt gecreëerd en bewandeld, waarbij je dus in de positieve zin bent gegroeid. En vanuit daar kun je dus nu ook zien dat de voorspoed naar je toe gaat komen, in welke vorm dan ook. Als engelenboodschap hebben we eerlijkheid. Engelen van waarheid. Keer naar binnen en onderzoek hoe je echte gevoelens zijn rond deze situatie. Dus als dit zich eigen voordoet, niet in je hoofd gaan zitten, maar echt vanuit je gevoel gaan hanteren en invoelen. Wat is dit? Wat betekent dit voor mij? Vind ik het fijn? Vind ik het niet fijn? Wat wil ik ermee? Maar dit vanuit je hartchakra. En ik heb als affirmatiekaartje, ik heb de moed om grenzen te stellen. Dus het kan zijn dat het heel veel appgedrag is, maar dat jij dat normaliter niet zo fijn vindt. Geef daarin je grens aan, dat je dan ook dit wil beperken. Het kan ook zijn met elkaar blijven zien of wat dan ook. Hè. Ga niet in je hoofd zitten, maar vanuit je hartchakra voel in wat jij prettig vindt, wat jij niet prettig vindt. En laat het dan ook gewoon er zijn, maar uit dit dan ook naar deze persoon toe. Lieve Steenbok, dit was jullie korte reading voor deze volle maanenergie. En ik sluit bij deze jullie reading af. En ik ben zometeen terug met de volgende sterrenbeeld. Doei doei! Hallo lieve Waterman, welkom bij jullie maandreading voor deze volle maanenergie. We gaan vandaag dus samen even kijken wat er naar voren gaat komen in het energetisch veld voor jullie voor de komende maand met deze volle maanenergie. Maar daarin ook de twee poordagen meegenomen van 22 en 23
mei. Zoals je ziet heb ik al kaartjes in mijn handen. Ik heb een affirmatiekaartje en een engelenboodschapkaart. Deze zal ik eind van jullie reading voorlezen. En we hebben als orakelkaart nieuw leven. Heel mooi. Dus we gaan eens even kijken waar dat nieuwe leven voor jullie mee te maken heeft, lieve waterman. Nou, de koningin van staven is wel een terugkomende kaart bij eigenlijk bijna alle readingen tot nu toe. Het spirituele stukje, de snelheid wat daaraan gekoppeld zit. Nu heb ik natuurlijk de algemene reading ook al online staan van de volle maanenergie. En daar kwam ook al duidelijk naar voren dat er een shift, een snelle shift aan zit te komen voor velen van jullie. En dit gaat dus ook veel inzicht te geven de komende tijd voor jullie, lieve waterman. Er gaat een verandering plaatsvinden in jouw energetisch veld. Daarbij voel ik heel sterk dat je wat wankel staat, omdat je een beetje zo'n puppy, weet je, van die, als je net geboren bent als kalfje of zo, dat je niet gelijk een beetje wankel nog op je benen staat. Nou, dat gevoel heb ik een beetje. Maar van de andere kant, ik had wel het gevoel dat je bepaalde illusies en angsten los kunt koppelen. Dus ik zie heel veel vooruitgang. We krijgen wel daarbij de koningin van zwaarden met de toren. Oké, ik wil een verklaring bij de toren alsjeblieft. Sterkaart, oké. Ondanks dat de periode waar je in hebt gezeten best wel intens zou kunnen zijn geweest, zal voor iedereen natuurlijk anders worden ervaren. En elke situatie is anders. Maar dat moment is er geweest om jou de waarheid in te laten zien. En dat zorgt er dus ook voor dat jouw wensen nu uit kunnen gaan komen. En dat dat nieuwe leven ook verwezenlijk kan worden. En elk leven die een mens wil creëren of een ziel wil creëren zal anders vormgegeven worden. Maar heeft er wel mee te maken dat je dit doet vanuit jouw hoogst haalbare zielspad. Ik krijg een beetje kriebel in mijn keel. Het komt omdat ik alweer bijna een uur aan opname zit. Oké. We krijgen de Fool onder de koningin van staven. Moeten die op kop? Ja, oké. Oké, er is een situatie geweest waar iemand van jullie te maken heeft gehad met een valse twin of valse zielsverbinding. Waarmee niet het ware potentieel verwezenlijk kon worden. En door deze ontkoppeling krijg je dus nu wel de ruimte om jouw ware potentieel te kunnen ontvangen. Dit is een hele andere energiestroom als wat jij eerst ervaarde. Maar dat kun je dus vergelijken met toen de tijd voelde het heel erg sterk. En dat komt omdat het op dat moment toen ook zo actief was. Maar omdat een van jullie twee, jij of de andere, aan het groeien is geweest, aan de pijnstukken is gaan werken, illusies of angsten los heeft gekoppeld, dan ga je dus in een bepaalde uit elkaar element creëren. Dus als het ene daar staat en jij al daar, dan kun je je voorstellen dat die kloof wordt steeds groter. En dat is ook qua inzicht gebeurd. Zo kan het zijn dat sommigen te maken hebben gehad met een zielsverbinding die in je leven is geweest om een bepaalde reden, om een nieuwe inzicht te krijgen. En dit kan misschien voor een bepaalde tijd zijn geweest. En dat kan een korte tijd zijn geweest of een langere tijd. Dat zal voor anderen of iedereen anders zijn. Maar deze verbinding wat toen zo sterk voelbaar is, is geklapt. Of het gaat klappen of het is al geklapt. Dit hoeft niet altijd op het romantische vlak te zijn, want een zielsverbinding hoeft niet altijd romantisch weergegeven te worden. Dit kan ook vanuit werkgerelateerde connecties zijn of vriendschappen. Maar dit alles gebeurt op dit moment om jou te triggeren, om te kijken waar jij staat op dit moment. Welke les heb jij geleerd? Welke omarming heb je gedaan? En alhoewel jij uit dat ei bent gekomen en dat nieuwe leven wil stappen, wil het niet zeggen dat jij die triggers niet meer zult hebben uit het verleden. Dit zal altijd wel even weer naar de oppervlakte gaan komen. Maar het voelt voor mij dat het meer als inzicht gaat komen, die triggers, als
dat het daadwerkelijk jou echt raakt op dat moment. Oh. Want jij hebt de sleutel inmiddels gevonden van hoe jij iets vorm kunt geven, hoe jij leven weer vorm kunt geven. De sleutel bezit je om naar binnen te gaan, dus je hoeft niet meer in de kou te staan. Je kunt weer genieten van het leven. En ondanks dat het misschien een pijnelement is wat er gecreëerd is door welke omstandigheid dan ook, jij kunt wel weer de wereld ingaan en je zult meer gelijkgestemden gaan treffen. En dit zul je dus ook doen door middel dat jij niet meer thuis blijft zitten, maar met vrienden of vriendinnen of familie ook weer lekker erop uit te gaan. Een keer een mooie wandeling maken in de natuur. Of een terrasje pakken. Misschien ga je wel naar een festivalletje. En je zult steeds meer merken dat er mensen op je pad zullen komen waarmee je een bepaalde connectie hebt. En die connectie is wel de zuivere zielsverbinding uit vorige levens. Of misschien lichtwerkers die je tegen gaat komen waarmee jij een bepaalde shift kunt doormaken op hetzelfde moment, maar dan wel individueel van elkaar. Ik krijg als engelenboodschap erbij overtuigingen, engelen van geborgenheid. Vertrouw op onze hulp om de structuur terug te vinden naar deze plotselinge inzichten en veranderingen. En dat kan dus hiermee te maken hebben of met dat torenmoment. En als affirmatiekaartje krijg ik: ik maak het beste van wat ik heb en ik kijk uit naar al het moois wat nog komen gaat. Of nog gaat komen. Dat betekent hetzelfde. Maar ik kijk, heel erg mooi. Die leg ik voor jullie daar neer. Dit was jullie korte reading, energie-update voor deze volle maanenergie. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter. En dan ben ik zo meteen weer terug met de volgende sterrenbeeld. Doei doei! Hallo lieve vissen. Welkom bij jullie energie-update voor deze volle maanenergie. Vandaag gaan we ook voor jullie even kijken wat er naar voren mag komen met deze intense energie. Die ook gecombineerd is met de Engelenpoort van 22 en 23 mei. Ik heb al engelenkaarten getrokken en een affirmatiekaartje. Deze zal ik eind van jullie korte reading oplezen. En als orakelkaart heb ik ruimte maken. Dus er gaat wat opgeschoond worden of het gaat tijd worden om wat op te schonen. Maar we gaan direct even met de tarot de diepte in om te kijken wat er naar voren mag komen. Het voelt voor mij dat velen van jullie echt ook uitzuiveringen aan het doen zijn op je hartchakra. Het emotionele stuk aan het uitzuiveren zijn, waardoor je ook weer ruimte krijgt om te ontvangen. We krijgen de chariot op kop, dus er is nog wat stagnatie waarom iets nog niet helemaal mag stromen. Maar door ruimte te maken kun je die stagnatie oplossen en kan die stroming wel weer voortgezet worden. Het is ook een bepaald stukje waarmee jij zit wat in jouw hoofd vastzit. Terwijl het ware geluk al naar je toe mag komen. 10 van zwaarden komt er bij veel mensen uit. Onderkant dek is de 5 van bekers. Dus het is echt op emotioneel vlak het uitzuiveren. En voor sommigen kan dat zijn dat je al er flink doorheen aan het gaan bent. Voor anderen kan het zijn dat het nog wat onrustig is. Maar inzichten ga je krijgen. En deze inzichten zullen een succes zijn. En dit zal er ook voor zorgen dat weer elementen mogen gaan stromen. Want onderkant dek krijg ik de magier. En dat zorgt er dus voor dat eigenlijk jouw wensen uit kunnen komen. Mits je ook inziet dat er een blokkering nog zit wat aangekeken dient te worden. Of waar je al mee bezig bent. Dit allemaal staat op dit moment misschien nog even in de weg om jouw ware geluk te ontvangen. Maar daar ga jij wel inzichten in krijgen. En dan zal die voltooiing ook gaan komen. Waarbij nieuwe elementen mogen gaan stromen. En dingen weer mogen gaan stromen. We krijgen de koning van zwaarden. Oh. Hetgeen waar je op dit moment mee bezig bent, we krijgen de aas van munten eronder. Dus je gaat een nieuwe stabiliteit opbouwen, nieuwe mogelijkheden creëren, wat succesvol kan zijn. Dit kan ook op zakelijk vlak zijn, dat jij nieuwe creatieve energie bezit om nieuwe stappen te zetten. Er is in ieder geval
ergens een pijnstuk wat ontkoppeld mag worden, wat ervoor gaat zorgen dat succes weer gaat stromen en dat jij naar die vernieuwing gaat. Jij mag het oude jasje loslaten en er doorheen gaan. En dit ga je met oprechtheid en wijsheid ook oppakken. En dan zul je merken dat jij veel meer in jouw bezit al hebt, als dat jij zelf misschien ervaart in jouw hartchakra. Er is een bepaald bedrog geweest in het verleden, maar dit heb jij niet meer in jouw systeem zitten. En dit zorgt er dus ook voor dat die ruimte nu vrijgemaakt kan worden. En als je die ruimte gaat ontkoppelen, zul je ook merken dat er veel meer al in het energetische veld op jou ligt te wachten. En dat zien we hier wel met deze twee kaarten. Hè? Maar dit is het element waar je ook mee te maken kunt krijgen de komende maand. Dat jij toch nog even te veel in jouw hoofd gaat zitten. En als je te veel in jouw hoofd gaat zitten, zie jij niet wat er allemaal kan gaan groeien en wat er kan gaan stromen. Visenergie, we zien hier ook de stroming van de vissen. Dus die verschuiving vindt al plaats in het energetisch veld. En zul jij binnenkort ook echt in het aardse stukje zichtbaar gaan krijgen. Maar het is wel zo dat je het ook zelf kunt blokkeren. Dus de stroming kan in de positieve zin naar jou toestromen. En je kunt die stroming omarmen en ook gebruiken. Maar het kan ook zijn dat jij, doordat jij in je hoofd gaat zitten, die nieuwe stroming gaat blokkeren, zodat het even gestagneerd wordt. En dat komt omdat ik hier de chariot op kop zie. Als jij te veel in je hoofd zit, dan kan die vooruitgang niet komen. Ga jij niet in je hoofd zitten, maar vanuit jouw gevoel alles aanpakken en aankijken, dan kan die stroming heel mooi vooruit gaan komen. En dan zul je ook merken dat er veel meer in het vat al zit als waar jij op dit moment zicht in hebt. Maar je kunt je eigen voorstellen, als jij een garagebox helemaal vol hebt gestouwd met pijn, verdriet en rotzooi. En je mag daarmee aan de slag en je pakt elke keer een doosje eruit en wat spulletjes eruit. En je kijkt ernaar en ja, ik kan er niks meer mee doen. Oké, ik doe het weg. Of je omarmt het en je geeft het aan de kringloop of wat dan ook. Hè? Het is even metaforisch natuurlijk. Maar uiteindelijk, als jij er doorheen gespit bent, zie je daar weer een ruimte vrijkomen. En al staan er dan nog wat dozen of spulletjes in, je krijgt wel weer de ruimte om te gaan ervaren, om te gaan creëren, om je kont überhaupt te kunnen keren in die garagebox. En dat is dus wat er nu gaat komen. Dit is dus wat er nu op dit moment speelt in jouw energie. Onderkant dek heb ik de Koningin van Bekers, dus er gaat een verschuiving plaatsvinden waarbij jij zult gaan ervaren dat de positieve en emotioneel vlak naar je toe aan het stromen is. En als je dit omarmt, dan kun je daar het hoogst haalbare uit gaan halen. We krijgen als engelenboodschap verandering, engelen van vertrouwen. Alles verandert nu snel op een positieve manier. Heb vertrouwen dat dit een succes wordt en laat ons het werk doen. En dat is precies, zolang jij in jouw gevoel blijft zitten, helpt het universum jou mee. Ga je in je hoofd zitten, werk je jezelf weer tegen. En we hebben als affirmatiekaartje, ik zorg ervoor dat het positief overwint. Dus ik zorg ervoor dat het positieve overwint. Dus niet de gedachte, maar het positieve, de hartchakra. Lieve vissen, dit was een hele mooie boodschap voor jullie. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video is. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknop. En dan ben ik zo meteen terug met de Ram. Doei doei! Lieve Ram, welkom bij jullie boodschap voor deze volle maanenergie. We gaan samen even kijken wat er voor jullie in het energetisch veld voelbaar is. Het zullen korte berichten zijn. Ik heb ook al kaartjes getrokken, een affirmatiekaartje en een engelenboodschap. Een orakelkaart begin ik zo meteen al mee. Deze leg ik nog even aan de zijlijn en zal ik eind van jullie korte reading op gaan lezen. We hebben chaos en conflict, kaart 33, meestergetal. Het voelt voor mij het oude jasje wat je af aan het schudden bent, maar je bent nog niet helemaal in die vernieuwing. En dat is ook helemaal niet erg, want het transformatieproces kan ook met stapjes gaan. Je hoeft geen grote sprongen te maken om hetzelfde resultaat te kunnen behalen. Juist kleinere stapjes geeft vaak meer stabiliteit en meer bereikbaarheid. Maar we gaan eens even kijken wat ik er met de tarot verder aan toe mag voegen.
Oké, we krijgen de 10 van staven of zwaarden op kop. We krijgen de 3 van zwaarden, staven, de aas van munten en de 9 van bekers. Oké, kaartje nog erbij. En dan wil ik zo nog verklaringen voor de 10 van zwaarden op kop. En de justice. Er is ergens iets nog niet helemaal voltooid, maar die voltooiing zit wel in het verschiet. En dit zorgt er ook voor dat jij vanuit daar verder op je pad verder kunt wandelen. Het kan ook te maken hebben dat iemand met een juridisch stukje te maken heeft, waarbij een afsluiting eerst ingezet mag worden. Dat kan te maken hebben met een mannelijke persoonlijkheid. Hoeft niet pertinent op romantisch vlak te zijn, maar het is een mannelijke energie. En die mannelijke energie is dus nog in jouw energetisch veld actief. Het hoeft niet te zijn dat jij nog met die mannelijke energie te maken hebt, maar het is nog wel in het energetisch veld actief. Dus daar mag nog een ontkoppeling in gedaan worden. En dat heeft te maken met het verdere afgooien van het oude jasje. En dat kan een situatie zijn, dat kan een pijnstuk zijn, het kan een connectie met een persoon zijn. Het kan voor iedereen anders zijn. Maar deze persoon houdt nog te veel aan jou vast. En die wil het leven van jou eigenlijk beheersen. En wil eigenlijk een nieuwe move naar jou zetten. Ben je als man aan het kijken en val je op vrouwen, dan kan dit ook omgekeerd zijn natuurlijk. Kijk even welke tijdlijn je hebt of vice versa. Of man, man, vrouw, vrouw. Maakt allemaal niet uit. Kijk even in jouw tijdlijn. Maar het kan dus te maken hebben dat deze persoon weer met jou in contact probeert te komen. Om een bepaalde romantische gebaar te maken. Om weer op iets vooruit te willen gaan. De persoon die wil dus eigenlijk met jou gaan connecten. Maar jij zit in een transformatieproces. En bent je eigen pad aan het bewandelen. Waar jij succesvol mee zult zijn. En jij zult hier aan het langste eind trekken. Dus de persoon waarmee jij op dit moment nog in verbinding staat, energetisch gezien of in het aardse stukje, kan dus weer terugkomen om jou uit te gaan testen. En dan is het aan jou, ga ik hierop door, ja of nee? Deze persoon ziet jou wel als ware potentieel. Maar ga je daarop in, dan kom jij gelijk weer vast te zitten in jouw jasje. En dan zul jij niet de volle glorie vooruit kunnen stappen waar jij wel recht op hebt. Dus de persoon die hier dus ligt, blokkeert jouw ware groei. En dit is dus wat eerst afgewikkeld dient te worden. Dus dan zul je ook in gaan zien dat iets gewoon niet werkt. En welke reden daar dan ook aan gekoppeld zit, daar ga je later pas inzichten over krijgen. Dus soms voel je intern al dingen aan waarom iets niet werkt of waarom iets gebeurd is. Maar het kan ook zijn dat jij dit door de chaos nog niet voelt. Of dat het juist, dat deze persoon juist nu voor chaos zorgt, terwijl jij een bepaalde stabiliteit aan het ontdekken was. En jij gaat nieuwe inzichten krijgen hoe jij jouw eigen pad vorm kunt gaan geven. Met de triggers, maar ook de positieve momenten die daaraan gekoppeld zitten. Want het ware geluk zit in jouzelf. En de persoon die dus jouw leven weer in zou willen stappen, die kan dat geluk niet aan jou overbrengen. Dus het is aan jou om die cyclus te gaan voltooien, die dus niet meer compatible is met jouw nieuwe pad die hier ligt. Want dit is jouw pad die je mag bewandelen. Een nieuw pad, alleen of wel in een relatie, maar wel het spirituele pad wat je mag bewandelen. En dat is niet in verbinding met deze persoon. Dit kan dus een persoon op romantisch vlak zijn, vriendschappelijk vlak of zakelijk vlak. Dus voel welke tijdlijn voor jou is. Dit is jouw mogelijkheid. Dit zijn de mogelijkheden die naar jou toe gaan komen. Deze persoon wil een rebirth met jou. Maar ik zou het als persoon niet adviseren. Het is je eigen vrije keuze natuurlijk of je dit wel of niet doet. Maar het ziet er dan niet rozekleurig uit als je dit zou gaan creëren of voort gaat zetten. Dit zou jou alleen weer gaan stagneren. Terwijl de persoon wel denkt het ware geluk met jou te kunnen delen, is dit niet de werkelijkheid.
En ik krijg als engelenboodschap investering, engelen van overzicht. Wij adviseren je nu meer te investeren, zodat je dit in de toekomst meer kan brengen. En dit bedoelen ze met investeren aan die chaos en conflict. Investeren in jouw eigen stabiliteit om nieuwe inzichten te krijgen. En vanuit daar het nieuwe pad in te zetten vol passie en liefdevolle energie voor het leven. En als affirmatiekaartje krijg ik: ik blijf gaan voor wat ik graag wil. Alles komt naar mij toe op de juiste tijd en plaats. Dus hier wil jij voor gaan, naar die vernieuwing. Het oude jasje afschudden, want er zit al een nieuwe mensen en nieuwe ziel is al in zicht. Hè? Jij ziet jouw nieuwe ware potentieel al. Al heb je nog wat reststukjes, oude verpakking om je heen zitten. Jij ziet het wel al in. En je ziet ook als iets niet meer voor jou bestemd is. En wat je daar dan aan hoort te doen of mee moet doen, dat is dan aan jou. Maar die stappen ga jij juist zetten. Lieve Ram, dit was jullie korte boodschap voor deze keer, voor de volle maan energie. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video was. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. En dan ben ik zo meteen terug met de stier. Doei doei! Hallo lieve stier, welkom bij jullie korte boodschap voor deze volle maanenergie. Ook voor jullie ga ik vandaag even kijken wat er naar voren mag komen tijdens deze intense dagen die er aan gaan komen. Ook gezien we de 22e en de 23e een engelenpoort energie hebben. Deze neem ik hierin ook even mee. Ik heb al kaartjes getrokken. Ik heb een engelenboodschap en een affirmatiekaartje. Deze zal ik eind van de reading voorlezen. En als orakelkaart heb ik oneindig verhaal voor jullie. Kaart 37 maakt 10. 10 is natuurlijk wel die afsluitende getal, hè, dat er een voltooiing plaats gaat vinden. Maar als we dan hier gaan kijken, is er toch op het romantische of op het emotionele stuk iets nog niet helemaal afgerond. En blijf je een beetje doorsudderen in een systeem wat misschien niet meer voor jou bestemd is. Maar we gaan eens even kijken. We gaan eens even kijken wat er nodig is of doorgebroken kan worden om dit oneindig verhaal te kunnen eindigen en vervolgens een nieuw begin te kunnen creëren. Kijk eens. We krijgen de koningin van munten met de 9 van bekers. Er ligt iets heel moois op jou te wachten. Nou, de kaarten die vliegen er met bosjes uit. We krijgen de paardje van staven en de 3 van munten erbij. Nou, ze vallen echt met z'n tweeën eruit. 2-2-2 kun je denk ik vaak zien. Want we hebben hier 2-2-2 dat ze per engelenboodschapgetal naar voren gaan komen. De stagnatie die misschien voelbaar is, is omdat jij nog niet in wilt zien dat jij al heel erg ver gegroeid bent en ontwikkeld bent. Je hebt een bepaalde balans in het verleden al gevonden, maar je weet het op dit moment niet helemaal hoog te houden. Voor sommigen van jullie heb je dus wel al die voltooiing gecreëerd en dat je een oneindig verhaal af kunt sluiten. Vooral omdat we toch kaart 37 hebben wat 10 maakt, die voltooiing neerzet. Een bepaalde stabiliteit ook op materieel en financieel vlak hebt gecreëerd, maar ook emotioneel stuk gaat creëren, waarbij een nieuwe passie in jou gaat borrelen. Dit kan zijn dat jij een bepaalde samenwerking met iemand aan zou kunnen gaan, waarbij jij merkt van oké, dit is eigenlijk wel heel fijn, ik heb veel kennis opgedaan, ik kan dit delen met een ander, je kunt connecten op dat vlak. Maar je zult ook wel gaan merken dat jij op eigen benen ook verder kunt stappen en dat jij jouw kennis die jij door welke omstandigheid dan ook in jouw leven hebt ontvangen, dit ook samen kunt gaan voegen op een eigen pad. Dus ik voel voor sommigen dat je een samenwerking aangaat, maar voor sommigen kan het ook zijn dat je een samenwerking aan bent gegaan met volle enthousiasme, maar dat je nu dus ook merkt van oké, dit heeft geen vooruitgang, dit is niet voor mij bestemd. Dat was voor even prima, maar ik wil mijn ware geluk verder gaan voortzetten en als ik dit voort ga zetten, dan zal ik ook verder succesvol gaan zijn. Want als ik vast blijf houden aan een element wat niet voor mij meer werkt, dan zul je ook merken dat je op hartenergie gaat blokkeren. Want dan voer jij iets niet meer vol passie uit. Kijk, we krijgen de koning van staven erbij. En dat voelt voor mij eigenlijk dat jij je passie gaat herontdekken in het leven. En of dat het nou op zakelijk vlak is, op spiritueel vorm of in jouw relatie of
als je single bent, als alleenstaand of wat dan ook, hè. Jij gaat het weer omarmen. Je gaat een heel nieuwe richting uitzetten. En dat kan ermee te maken hebben dat daardoor ook jouw hartchakra weer verder open gaat staan. Voor sommigen kan het ook gelden dat er een nieuwe liefde op je pad gaat komen. Maar dat voelt voor mij meer als dat iemand met jou zou willen connecten. Maar ik voel nog niet zozeer dat jij er dan ook direct open voor staat. Mocht jij daar interesse of behoefte aan hebben natuurlijk. Nou kan het ook zijn dat jij niet als persoon aan het kijken bent dat je single bent. Dan kan het ook zijn dat iemand anders toch een bepaalde romantisch gebaar naar jou uit gaat spreken. Omdat deze persoon toch wel een bepaalde passie naar jou toe wil, voelt of ervaart. Het kan ook een bepaalde seksuele aantrekkingskracht zijn. Maar het voelt voor mij meer dat deze persoon ook heel veel waarde ziet in het feit wat jij allemaal gecreëerd hebt. En hoe jij dingen vormgeeft in het leven. Waardering voor hoe jij pijnstukken hebt omarmd, hoe jij je eigen stabiliteit weer terug hebt gekregen en waardoor jij dus ook weer die kennis kunt gaan delen met anderen. Jij bezit veel meer kracht als waar jij op dit moment zelf voor ogen hebt en je mag in gaan zien dat jij op eigen kracht ook verder kunt en of dat het nou is in een relatie die niet gezond is en dat je op eigen kracht verder gaat of dat jij die samenwerkingsverband hebt maar je merkt dat je op eigen kracht meer en grotere stappen kunt zetten, dat zal allemaal naar voren gaan komen. Maar ik zie dus voor een aantal ook dat er iemand een liefdesgebaar gaat maken. Maar ik voel ook dat jij hier niet voor open zult staan op dit moment. En dat komt omdat jij meer gericht bent op het spirituele ontwikkelingen of het zakelijke stukje ontwikkeling. Waarmee jij dus echt die vooruitgang zou willen creëren. En er gaat heel veel stromingen plaatsvinden voor jou, wat in de positieve zin is. Alleen is het aan jou wat je ermee gaat doen, hè? Stel dat er iemand even een romantisch gebaar uit wil gaan spreken en dit blokkeert jou om jou verder te ontwikkelen op jouw pad. Dan mag jij je eigen afvragen, oké, wat wil ik hiermee? Wil ik daaraan vast blijven houden, waardoor ik eigenlijk stagneer in energie? Of kan ik wel gewoon dit afsluiten en kan ik mijn vooruitgang en stroming wel weer voor die stroming creëren dat dingen naar mij toe beginnen te stromen in de vorm wat wenselijk is voor mij en ook in die hogere trillingsenergie. Dus het is daarin even een bepaalde balans gaan vinden voor jou eigen als individu, als dit zich eigen aandient. Want de mogelijkheden wat hier ligt zijn heel veelzeggend en ook met voorspoed. Maar er zal wel een moment komen waarbij jij dus mag gaan ervaren, wil ik deze persoon wel of niet in mijn leven? Als laatste pakken we dus nog even de engelenboodschap en affirmatiekaartje en we krijgen leiding. Engelen van communicatie. Door duidelijk uit te spreken wat er nodig is in deze situatie, schep je duidelijkheid en hou je de controle. Dat zien we hier ook duidelijk met de koningin van zwaarden. En als affirmatiekaartje krijg ik: ik blijf in mijn kracht door zoveel mogelijk in het nu te leven. Het is het enige moment waarin ik daadwerkelijk iets kan doen. Wauw, heel erg mooi deze affirmatiekaartje om toe te voegen aan jullie reading. Dit was jullie korte boodschap voor deze volle maanenergie. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video was. Kijk anders even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei doei!